vragen. Hoe komt u op het idee om deze tentoonstelling te organiseren? Het is geboren uit het feit dat Lies Kuiper, de dochter van Jan Sluiters, eind vorig jaar is zij gestorven. En omdat zij altijd hierheen kwam voordat ze dinsdags naar Artie ging, waar ze altijd haar clubje had, kwam ze hier het kopje thee drinken. En dat heeft jaren en jaren af elkaar heeft dat plaatsgevonden. En toen zij overleed dachten wij van, nou, ze heeft dat werk van haar vader zo sterk verdedigd altijd naar buiten toe. Ze was de expert op het gebied van Sluiters. Ook omdat ze daar 30 jaar met haar man Kuiper heeft ingewoond. En dat was ongeveer, dat was wel een reden om te zeggen van nou, dat is eigenlijk iemand die altijd haar vader op het grote voetstuk heeft geplaatst. Omdat zij overleden was, hebben we gemeend een aantal Sluiters bij elkaar te brengen. Ze komen ook al vandaan. Ze komen uit particulier bezit. Er zijn wat mensen die ze uitgeleend hebben, wel willen verkopen, niet willen verkopen, uit musea. We hebben wat werk van de familie zelf. En ons idee is met deze unieke collectie van 65 Sluiters hier in dit pand om daar een geweldige show. Jan Sierhuis, jij was een hele goede kennis van Jan Sluiters. Ja, kan je daar wat over vertellen? Ja, Sluiters had altijd zeer bewonderd als schilder. Vond het een formidabele goede schilder. Er waren twee schilders die ik zeer bewonderde. Dat was Jan Sluiters en Kees van Dongen. Die hadden toch een soort relatie met elkaar. En ik heb hem altijd zeer bewonderd om zijn geweldige kleurgevoel. En ook de manier, vooral zijn naakte die hij schilderde, waren echt indrukwekkend. Als je hier ziet, dan zie je gewoon dat die man een formidabele goede schilder was. En dat hij ook heel, heel goed wist wat hij deed. Ik heb hem leren kennen, persoonlijk, bij Artie. Daar werd ik ook lid van en daar was hij ook lid van. En hij kwam er altijd om de biljarten. En ik werd aan zijn tafel uitgenodigd om even erbij te komen zitten en een pintje te drinken. En zijn schoonzoon Jacob Kuiper, die zei tegen mijn schoonvader, mag ik je voorstellen, die is natuurlijk een van de meest begaafde jonge schilders in Amsterdam. En zo heb ik aan Sluiters voorgesteld. En dat was natuurlijk voor mij, ja, ik vond het een geweldige eer dat ik bij die man aan tafel mocht zitten. Ik bedoel, dat was natuurlijk niet niks. Ik was net 17. En als je dan met zo'n schilder aan tafel mag zitten. Twee weken terug. Sluiters heeft een soort opleving. Dat vind je een beetje raar, een soort opleving gehad na de Tweede Wereldoorlog. Met name toen wij geboren werden. Want wij woonden bij hem. Dus soms werd ik ettelijke malen getekend. Ja, de schilder dus ook. En het portretje met mij in, dat ken je wel. Ja, kinderstoel. Ja. En Jan heeft er ook zo in. Ik heb het bij Jan wel gezien. Die bij hem in de kamer. Nou, hij was, iedereen was ziek in zijn pan. Dus, ja, ik heb alleen beneden in de hal staan. Ja, en verder werken we niet. Ja. Maar goed, toen is hij ineens ontzettend helder gaan schilderen. Ja? Want dit is natuurlijk een nachtopname. Nachtopname, het is fantastisch. Als je ziet hier, ik kan me herinneren, er staat een uitzicht uit ook van het hotel. Nou, een beetje een andere boek, zonder. Ja, dat is een hele lange knap. Ja. Wat vind je daar zo leuk aan, Sylvia? Nou, dit romantische. Dat rode tafeltje met die twee glazen. En dan de fles en dan het bed daar. Met een fris weer. Het is romantisch.
Hoe vindt u deze expositie? Ja, ik heb een stuk nog maar gezien, maar ik heb het boekje gezien. Het is indrukwekkend. Ik geloof dat ik de laatste jaren niet zo'n expositie heb gehad die zo indrukwekkend wordt. En ik moet zeggen, Van Dongen, dat is natuurlijk, en Sluiters, dat lijkt soms op elkaar. En ik vind eerlijk gezegd dat Sluiters een beetje ondergewaardeerd wordt vergeleken met Van Dongen. Als je ziet wat voor prachtige werken hier hangen, ja, dan is het een van de meest indrukwekkende schilderen. Oké. De Nederlandse schilders werd genoemd, weer eens een keer aandacht krijgt. En dat was niet zomaar wat hij schilderde. Neem dit als voorbeeld, Stilleven, met een beeld uit Nieuw-Ierland, dus Etnografica. En die witte kam, die trekt dus alle aandacht naar je toe. En dan krijg je een blauw accent en dan heb je dus een enorme dimensie meteen in het schilderij. Stilleven wordt dan een actief leven, vitaal leven. Hij was echt een vitale schilder. Ja, Jan Sluiters was natuurlijk ook de schilder van het naakt. Hij heeft prachtige naakten geschilderd. Vrouwen, dat was een groot thema voor hem. De naakte vrouw, of met een sjaal om, of met een hoed op, maakt niet uit. Maar het grappige is, vooral in zijn begintijd was hij daarmee heel brutaal, heel vitaal. Joeg iedereen mee op het stuip op het lijf, zoals de jury van de Rijksacademie van de Prix de Rome. Maar later werd hij natuurlijk toch wat bedaagder en vooral... Als huisvader schilderde hij dan zijn kinderen, zijn vrouw en hier bijvoorbeeld Liesje, zijn dochtertje. Enorm intiem en heel leuk zoals het hoort als vader. Thank you.